Goedenavond dames en heren, dit is weer een nieuwe vlog. Vandaag dag 7 van Tiel Boermakelaardij Open 2018. Vanavond zou ik het doen samen met Louise Baasam, maar zij is helaas ziek. Dus moet ik een andere partner in crime vinden. En ik heb een hele goede gevonden, let maar op. En ja, wat heeft deze persoon aan? Die heeft Venice schoenen aan. En dan gaan we langzaam naar boven. Ja, ja, een echte Guess horloge ter waarde van 250 euro. Dan gaan we naar boven. En dan hebben we, wat voor merk shirt? Jesus of zo. Jesus of zo. Oké, okay, klinkt spannend. En dan hebben we hier. Je verwacht het, is, het niet. Je verwacht het niet. Maar dit Louise is de enige. Paul van Vliet. Dagnummer. 7. Zeker. Het open. Dus toppie. Kom gezellig mee. Yes. En hoeveel jaar ben je geworden? 14 alweer. Jezus, ja. Zo jong? Ja, dat tijd is hard. Ja, ja, inderdaad. Voorbij, ja. Dat is leuk, hè? Dit vind ik wel leuk. Ja. Leuk. Ja. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Lekker hoor. Lekker hoor. Ik heb mijn tekst kwijt. Wacht daar. Ja hoor. Volgende keer gewoon kaartjes. Ja, we kunnen weer verder. Ja. Hier zijn we bij de partij Joost Bolkestein met John Chenavat tegen. Ja, Paul. Maarten de Jong en Gijs Spelen. Ja, Maarten de Jong en Gijs Spelen. Hoe kan het ook anders? De heren Bolkestein en Chenavat staan 5-2 voor. Eerste set. Je hebt ook wat gehad met Joost Bolkestein, of niet? Ja, ik heb ook wat gehad met Joost Bolkestein. Maar heel lang ago. En het was niet alleen van leren, volgens mij. No comment. Nou, wij hadden als doel eigenlijk tegen de grote Gijs Spelen. Ja. En we hadden als doel om Gijs één keer te breken. We wilden een bal door de benen slaan. Mm-hmm. En we wilden graag... Ja, oh ja, een rally van Gijs weer. Oh ja. Oké, okay. Jullie hebben gewonnen vanavond. Zeker. Hoe voelt dat? Als vanouds. Als vanouds? Ja. Familie van de Ban. Lieve mensen, wat eten wij op dit moment? Schnitzel. En is het een beetje lekker? Ja. Ja? En wat is dit voor lekker toetje vanavond? Gemaakt door Ron, dus alle credits gaan naar Ron. Dus vanille, hier, een beetje mango, vanille, slagroom, krumbel en een stukje mango. Het ziet er verrukkelijk uit. En het schijnt heel lekker te zijn. Oké. Okay. Paul, wat ben je aan het doen? Ik ben even mijn bankrekening aan het nakijken. Het is overgemaakt voor die vlog. Goed bezig. Voor de niets gaat de zon nog natuurlijk. Hè? Dames en heren, de sponsor van vandaag is ETK Verlichting. En de man die aan dit grote bedrijf verbonden is, is Jan Kees Ames. Maar je bent wel een beetje dezelfde leeftijdscategorie, of niet? Want hoe oud ben jij? 8. En jij? 20. Ja, ja. Nou, ja, toch 2 jaar. En qua speelsterkte, rating? Ik zou het eigenlijk niet eten. Volgens mij is het zeker voor laatst, dus ik denk dat ik iets hoog sta. Maar, nou ja, dat zegt niks natuurlijk. Zegt hè? Niks. Zeg niks. Nee. Dan zou ik nog een blackout krijgen of zo. We zijn net begonnen. Het is 2-1 eerste set voor Twan. Onze sponsor van vanavond is ETK Verlichting. En kort samengevat, wat houdt het bedrijf precies in? Wij houden ons bezig met verlichting. En waarom heb je besloten om dagsponsor te worden? Ja, dat was geen keuze eigenlijk. Gerard Moons, de vlogger van gisteren. Ja. Dus je bent gewoon bedreigd. Nou, dat niet. Was geen keuze. Dat was geen keuze. Nee. Heren dubbel 7, 17 plus op baan 4. Ronald van der Schaft met René Steenbergen tegen Martin Berghout en Ronald Revet. Arno van der Starre met Martijs Zeileman tegen Theo van der Bent en Regis Kiviet. Gemink dubbel 7, 17 plus. En dat maakt een dubbele fout. Luke Eduard moet spelen. Hoofdstoren. Hoe lang moet je spelen? Je moet gewoon spelen. 9 uur, maar de banen zijn nog gezet. Ben je er klaar voor? Dat zal het blijken straks. De rondes van 7:30 staan er nu op. En wij gaan even meenemen naar de wedstrijden van 7:30. En uiteraard een klein drankje. Cheers. Proost. Nou, Anne staat op dit moment achter, maar ze kan nog steeds lachen. En nu een slokje water. En inmiddels een set achter. Tweede set 1-0 voor. En tegen wie speelt Anne? Britt Biesheuvel. Edo de Boom, goedenavond. Hey Paul. En hoe is deze avond? Ja. Hoe is deze dag tot nu toe? Ja, gaat uit de munten. Ik ben net aangekomen. Ja, ook qua gewicht? Volgens mij. Bij de gemengd dubbel 6, Jeroen Streefland met Ella de Groot tegen Misha van Geffen en Femke Lohuizen. Hey, van de band. Eerste reactie zeker. Ja, eerste reactie. Vanavond is de sponsor ETK. Verlichting. Nou, het was ook echt dat ik op een gegeven moment dacht van nou die verlichting ging aan, dat je dat verschil merkt. Ah, hey, partner. Proost. Hoe is het? Nee, ik ring niet vanavond, ik moet morgen tennissen. Nee, ik zie het. Dus.
Lekker kannetje hoor. Dat is ook niet voor mij. En zie hier de woman in red, Lisa van der Boom en Juska de Vos tegen Marie-Louise Engelsman en Anne van Leeuwen. En op baan 5, de gemeentedubbel 7, 17 plus, Wouter van Nes met Karin van Bellen tegen Gert-Jan Heink en Marlies Hageman. Voor en alles wat ik had er nu speel is een bonus. Ab, we hebben de vraag. Dat kan echt niet. Kan dat? Nee. Anne Zijnman tegen Britt Biesheuvel. Nee, Anne is veel degelijker dan zo'n Britt. Dus, okay. Anne die wij. En wie is de knapste? Anne. Ja? Onze sponsor van vanavond, ETK Verlichting. Hier zit onze sponsor van vanavond, ETK Verlichting. Even de wee voor Anne. Yeah. Ja. Joost, vind je het spannend? Nee. Maar het duurt wel lang. Het lijkt wel een pasjesavond. Ik vind dat die ballen niet hoog genoeg gaan. Misschien kan hij wel hoger. Kunnen hoger, yes. Hoger, hij kan hoger. Ja! Oh, op de lijn! Hij is een winter hoor! Nou, wie hebben we daar? Lisbeth Zeileman. Ja, en waar staan de meeste lege glazen? Bij Paul van Vliet. De Uber-alcoholist. Oh, sure. Voor en toe. Oh. Yeah. Wow. Dames en heren, het is de laatste moment van de avond. We sluiten deze vlog af. Het was een super mooie avond, veel mooie partijen gezien. Heel veel leuke interviews gehad. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Paul, wat vond jij ervan? Ja, nou, het was een geweldige dag. De partijen zijn klaar, de dag zit erop. We gaan naar het finale weekend. Like even deze video. Doei!